one team. Breakfast of Champions aan het maken, Stefan. Ik hoop het. Dat zou fijn zijn, hè? Voor de wedstrijd vanavond. Ja. Gammeldansk, ken je dat wel? Gammeldansk? Ja. Er is een gezegde, of een oude wijs, die zegt dat ze in Denemarken vroeger Gammeldansk dronken bij het ontbijt. En oh, dat echt? Wordt dan als Breakfast of Champions omschreven. Nee, dat ken ik niet hoor. Maar misschien moet ik het eens proberen. Dit komt uit Nederland trouwens. Smeerkaas. Het is nu al 11 uur geweest. Sta je altijd zo laat op of is het afhankelijk van hoe laat je moet trainen? Nee, ik ben al aan de fysio geweest vanochtend. Dus ik heb al wat gegeten. Dan eet ik nog een keer. Je moet goed eten binnenkrijgen om vanavond te kunnen knallen. Sportmaaltijden. Even naar Vera, mijn buurvrouwtje. Ook even een kopje koffie. Ik heb om 2 uur nog een... Moet ik een foto maken voor de krant? Oké. Met Vera. Met Vera. Met Vera. Daarna ga ik nog even wat eten met een teamgenoot en dan is de wedstrijd al. Nou, we gaan graag met je mee vandaag. Gezellig. Hi. Pomma. Kijk, Pomma. Die Essie en Sandro, die Tourritter en ik. Das haben wir gemacht. Ach so. Okay. Wenn ich sitze und gucke in TV, dann... Oh, hi, hi. Und dann legt sie in die Sofa und gucken mit und essen bei mir. Und wir haben das sehr schön. Hi, Gott, Tobi. Hi, die verstehe ich, was du siehst. Die verstehe ich. Jullie können het gelukkig niet bestaan. Nee. Waar nemen we ons mee naartoe? We gaan even lekker naar het strand. Maar het windy hier in Esberg is... Koud? Ja, heel koud. Dus kleed je goed aan. Hey Estefana, als je heel goed kijkt, recht voor je, dan zie je Nederland. Ja? Wat mis je hier in Denemarken? Mijn familie, mijn vrienden. Ja, ik heb 1 goal in het handbal en dat is de beste worden van de wereld. Maar goed, daar moet je wel heel veel dingen voor laten. En dat is, dat is soms wel eens eenzaam hier. Ik ga vaak naar een restaurantje even koffie drinken, weet je wel, wat spelletjes doen met mijn teamgenoten. Ik kijk series, maak lekker eten, maar het is... Ja, het is soms wel eens een beetje saai, weet je. Je traint en dan kom je net thuis en dan heb je de hele dag niks meer. Ja, dat is soms best saai. Esberg staat bekend om die 4 mannen, toch? Hier links. 4 mysterieuze mannen. Ja. Hoe is het met de mannen hier gesteld in Esberg? Oh, hou op, schij uit. Dus nou, hier ga je niet je warm man tegenkomen, hoor. Even over die Deense competitie. Sterkste competitie die er is. Ja. Wat is het grote verschil met Nederland? In Nederland is het niet professioneel. Het is hier, alle teams zijn goed in deze competitie, dus elke wedstrijd is spannend. Vanavond spelen wij een wedstrijd en ook al staan die een beetje onder de middenmoot, het is nog steeds een spannende wedstrijd. We moeten die winnen, maar het is ook gewoon kans dat we die kunnen verliezen. En nu even je hoofd uitwaaien hier op het strand. Heerlijk. Het is altijd goed om lekker gewoon even nergens aan te denken. Zo. Ben je klaar voor de wedstrijd? Yes, ik ben er helemaal klaar voor. Ik ben net even bij een vriendinnetje geweest, even wat dingetjes gedaan. Nu is het tijd om te knallen. Ben je er klaar voor? Ja, ik wel. Oh. Ook al regent het, ik snap het niet hoor. De Denen zijn een beetje raar af en toe. Maar voor de wedstrijd gaan we een rondje wandelen en dan zijn we er klaar voor.
over een week, hè? 4 dagen. 5 dagen, ja. Kan niet wachten. Doei. Doei. Dus je bent iets anders uitgekomen dan hoe je bent gestart? Nee, ik had hier al last van voor de wedstrijd. Ja, maar al dat plakband en al dat ijs, dat zat er nog niet op. Dat is gewoon een toneelstuk. Nee, ik heb... Je stelt je weer eens aan. Ja, precies, weer eens. Vanavond even rustig aandoen, schouder ijzen. Massage. Geef jij die dan? Nee. Dutch people, they are crazy. And I think like Estevana, she is maybe the best example of a little bit crazy. She has a big heart, but she's crazy. And I learned a lot from her. Heb je nog een leuke anekdote over haar? Ik heb ontzettend veel anekdotes, maar ik weet niet of ze op tv kunnen. Wat mensen niet weten van S, is dat ze echt heel goed kan koken. Dat weten mensen niet van haar, maar dat vind ik leuk om te vertellen, want niemand weet dat. Maar ze kan dus heel goed koken en dat doet ze wel eens voor me. Ja, ja. Iedereen die lacht altijd, ja. Die denkt altijd, die kan niks en die gaat lekker uit eten. Maar ik kan best lekker koken, Lam. Ja. Als je haar nou in 1 woord zou moeten beschrijven, wat zou je dan zeggen? Spontaan. Ze doet altijd heel spontaan, komt opeens dingen in haar op en dat gaat ze dan opeens doen. En ze is ook altijd heel, ja, ze nodigt altijd iedereen daar dan uit. En ja, ik vind haar heel spontaan. Ah, wat lief. Ah, je mag blijven eten. Gelukkig. Is Sweden scared about the Dutch team? No, not scared, but they are so different to us. We are big and tall and they are small and fast. So yeah, they are so different. With other teams we are used to meet, but yeah, not scared. On 8 December, Filipa, you're in the goal and Estefana or Laura is approaching you. What do you do? I save all their shots, of course, because I train with them every day and I know what they're doing, but they also know what I'm doing. So yeah, it's going to be a little game in the game. And of course, the Dutch national team will win. No, of course they will lose. They will lose. Dat is dikke vette bluff. Nee, maar hun, ik denk dat wij een supergoed team hebben en de sfeer in onze groep is gewoon supergoed. En dat is onze sterke kracht wel op dit moment. We zijn gewoon echt een team en we willen voor elkaar werken. En dan heb je Zweden, is ook een sterk team, maar wij hebben meer de hersens. Dus let's beat them.